Ingeborg, the floor is yours. Ja, Ian, ik blijf jou groot in het scherm zien. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar dan weet je dat. Oh ja, dus goed om nog heel even te zeggen. Dankjewel voor de tip. Rechtsbovenin zien jullie allemaal het icoontje View. Dat is, als je daarop klikt, dan kan je kiezen hoe je de weergave wilt hebben in Zoom. Dus dan kan je ervoor kiezen, wil je alleen de spreker zien of wil je iedereen blijven zien. Dus bedankt Ingeborg. Ja, dan blijf ik jou groot zien. Maar ik ga gewoon verder. Voordat ik overga tot de sprekers, wil ik eerst kort even iets toelichten over Climate Campus. Want het wellicht dat niet iedereen de Climate Campus echt kent. Climate Campus is een netwerk van zo'n 40 partijen die samenwerken eigenlijk om de klimaatadaptatie te versnellen. Dus om het anders te zeggen, in deze regio Zwolle, IJsselvecht, Delta, deze regio mooier te maken, groener te maken of weerbaarder tegen wateroverlast, tegen hitte, tegen droogte. Nou, dat zijn diverse partijen, dat zijn gemeenten, provincie, waterschappen, woningcorporaties, scholen, andere bedrijven, maar ook inwoners. Dus met elkaar proberen ze daarin samen te werken om alles, deze wereld die verandert door gevolg van klimaatveranderingen, beter te maken. De Climate Campus Connect, waar we dus nu in zitten, is ook daarvoor bedoeld om dat samenwerken te vergroten. Om kennis te delen, om te inspireren, maar dus ook om te verbinden. Dat zegt het woord al, connects. Dus kijken hoe we nieuwe kansen kunnen bieden om samen te werken of om nieuwe netwerkmogelijkheden te ontplooien. Nou, dat eigenlijk even kort over wat de Climate Campus en Climate Campus Connect is. En je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met sport. Als je een teamsport hebt, daarin heb je verschillende individuen. Ik heb zelf altijd gehockeyd. Nou, dan heb je een elftal met 11 mensen en eigenlijk nog meer mensen. Als iedereen zijn eigen gangetje gaat en doet wat hij zelf het beste vindt, dan kom je er niet. En dat geldt hier waarschijnlijk ook. Als iedereen individualistisch te werk gaat, dan redden we het niet. Maar door samen te werken, kom je heel ver. Dat is in de sport ook zo. Door samen als team te gaan optreden, dan ga je winnen. Nou, dat gaan we hier ook proberen te bereiken als het gaat om de klimaatadaptatie. Op de climatecampus.nl, de website climatecampus.nl, staat heel veel uitgelegd over Climate Campus en wat er allemaal al gebeurt op dit gebied. Dus ik raad aan om daar ook zeker een kijkje te gaan nemen. En misschien kan Betty, ik zie dat het al gebeurd is, de link naar de website ook plaatsen in de chat. Dus ik zou zeggen, doe dat na deze webinar zeker een keertje. Dan is het tijd voor de sprekers. We hebben twee sprekers vandaag, boeiende sprekers. Erik Schrier, accountmanager van Royal Eikelkamp. En Wilrik Kok, medeoprichter, eigenaar van Field Factors. Ik dacht, misschien is het leuk om beide heren zich even te laten voorstellen voordat we echt de presentaties duidelijk ingaan. Erik, zou jij kunnen starten? Wie ben je? Iets over jezelf, over je achtergrond, even heel kort. Ja, dat is goed. Dankjewel, Ingeborg. Inderdaad, als gezegd, accountmanager bij Eikelkamp, nu 2,5 jaar. Ik ben afkomstig uit de adviesbranche. Heb jarenlang gewerkt in bodemsanering en mijn achtergrond zit hem in de cultuurtechniek en de milieukunde. Wat mij fascineert om zeg maar, te werken aan zaken die zich met milieu bezighouden, is de holistische aanpak. Die je niet alleen voor elkaar krijgt, maar juist door samen te werken. Dat is inderdaad mooi kort, Erik. Dankjewel. Wilrik, zou jij jezelf kort even kunnen introduceren? Misschien ook leuk om te vermelden waar je oorspronkelijk vandaan komt. Ja, dankjewel. Ik vind het sowieso al hartstikke mooi om gewoon hier een tijd te krijgen om mijn passie en mijn visie te delen over hoe ik denk dat we met zoet water moeten omgaan. Ik ben Wilrik, net zoals Ingeborg al zegt, ik ben medeoprichter en eigenaar van Field Factors. Ik ben opgegroeid in Zwolle. Ik heb een tijd lang langs de IJssel gewoond en zie ook daadwerkelijk hoeveel water er doorheen stroomt en hoeveel water er niet doorheen stroomt. Dat heeft mij ertoe gezet dat wij met start met Field Factors zijn begonnen. En ik al een tijd lang de passie uitdraag en dat we iets met die zoetwaterdruppel moeten doen. Daar ga ik jullie wat over laten zien. Je bent opgegroeid of je hebt op school gezeten in Zwolle, hè, vroeger?
Ja, ik heb wel het Carolus Clusius College. Met veel, misschien wel moeite afgerond, laat ik het zo zeggen. Maar ik ben toch op de plek gekomen waar ik wilde komen. Dus het heeft me wel gebracht waar ik nu ben. Ja, mooie betrokkenheid dus hier ook bij deze regio nog. Ja, kom er nog. Was er eergisteren nog eigenlijk. Ja. Nou, dan kunnen we het misschien later aan het eind van de sessie nog even over hebben, als we een afrondend gesprek met z'n drieën hebben. Ja. Ik wil voorstellen dat we gaan beginnen met het eerste onderwerp, en dat is het onderwerp van Erik Schrier. We gaan kijken en luisteren naar zijn presentatie. En als het goed is, Erik, ga je ons meenemen in allerlei zaken die van belang zijn als het gaat om het goed benutten van die zoetwaterdruppel. Dus als het gaat om droogte, verdamping, de bodem, koolstof, et cetera. Dus ik ben heel benieuwd. Ik geef graag aan jou het woord, Erik. Ja, dankjewel Ingeborg. Inderdaad, ook bij ons staat zeg maar elke zoetwaterdruppel centraal. En uiteindelijk willen we die ook zoveel mogelijk benutten. Ian, zou jij de presentatie naar voren kunnen halen? Ja, dankjewel. Zeg maar, als we kijken naar zeg maar, Fonds Eikelkamp, voormalig eigenaar van Royal Eikelkamp, tevens oprichter van de NL Food Security Alliance. En Eikelkamp Foundation, zijn credo is eigenlijk de wereld een stukje beter maken. En die slogan greep mij aan toen ik ook bij Eikelkamp ging solliciteren. En dat sprak mij ook dusdanig aan, omdat dat ook in mijn eigen credo van passie zit. Eikelkamp heeft inmiddels 110 jaar ervaring met monsternamen en meten in bodem en water. En ik neem jullie graag mee op reis in wat we doen en welke initiatieven we onder andere ontplooien. Daarom vraag ik graag de volgende dia. Even kort, wie zijn we? We zijn Royal Eikelkamp, we willen graag het verschil maken. En dat verschil is ooit begonnen, zo'n 110 jaar geleden, toen de behoefte bestond aan inzicht in de bodem. Ja, daarvoor hebben we de Eikelkamp boor ontwikkeld. Een grondboor, 1,20 meter lang, past makkelijk achter in een auto en kan op die manier makkelijk het veld in worden genomen. En daarmee kan je heel makkelijk een aantal grondmonsters naar boven halen, van tot een meter of 8 ongeveer. Nou, op het moment dat je dieper wil gaan boren, dan ga je nadenken, oké, hoe krijg ik dat dan voor elkaar? Dus er is op een gegeven moment een sonische boortechniek ontwikkeld en verwerkt in boormachines. En dat doen we in verschillende formaten. En met die boormachines kunnen we tot op zo'n 200 tot 300 meter diepte bereik kunnen we monsters naar boven halen. En kunnen we ook allerlei andere meetapparatuur de diepte mee insturen. Te denken valt aan een camera, maar ook bijvoorbeeld aan konussen waarmee de weerstand van de bodem wordt gemeten. Waterspanning kan ook mee naar beneden worden gebracht. Om op die manier zeg maar, zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de bodem. Verder, en dat zullen niet zo heel veel mensen weten, zijn we ook actief in meetnetten. Onder andere grondwatermeetnetten om het waterpeil inzichtelijk te maken. En ook te kijken wat de dynamiek is in het grondwater. En dat ook zeker in het kader van de klimaatverandering en de droogte waarbij we zien dat veelal de grondwaterpeilen gewoon veel lager staan dan dat we de afgelopen 50 jaar hebben meegemaakt. Verder hebben we ook zeg maar innovatie gedaan op het gebied van verdampingsmeters. Daar ga ik straks nog even wat dieper op in. Ook, en dat weten heel veel mensen niet, zijn we actief op het gebied van waterkwaliteit. Het meten van basisparameters als een zuurgraad, als een zuurstof en een temperatuur. Dat doen we in watergangen. Maar ook in rivieren en kanalen. Verder dragen we graag maatschappelijk ons steentje bij. En zijn we onder andere in Benin een project gestart om de lokale bevolking te helpen met het onderhouden van hun waterputten. Een groot probleem bij de waterputten in Afrika is ze worden geboord, weinig onderhouden en na een paar jaar worden ze opgedoekt. Om dat te kunnen continueren hebben wij een zelfvoorzienende waterput gemaakt waarbij mensen met een tag
een hoeveelheid water kunnen tappen en tegelijkertijd daar een bepaald bedrag voor betalen, zodat daarvan het onderhoud betaald kan worden. Dus op die manier willen we eigenlijk ook ons steentje bijdragen aan de samenleving. Dan ga ik graag over naar de volgende dia. Bodem. Bodem staat bij ons centraal. Zowel bodem als het water wat erin zit, maar ook het water wat in de omgeving van die bodem zit. En een vitale bodem is van levensbelang. Ik heb hier geprobeerd in een aantal plaatjes de verschillen aan te geven. Nou, datgene, als we een vitale bodem hebben, dan hebben we groene gewassen in de landbouw bijvoorbeeld, of groene natuur. Er zitten veel wormen en er zit veel bodemleven in de grond. Gaan we daar niet goed mee om, dus plegen we intensieve landbouw, dan putten we die bodem uit. Kan uiteindelijk minder vocht worden vastgehouden en zullen planten daarop minder goed gedijen. En gaan we langzaam toe op een tocht die richting verwoestijning gaat. Zover zijn we nog niet in Nederland. Maar ik denk dat het wel het juiste moment is om het tijd te gaan keren. Om te voorkomen dat we echt in een woestijn terechtkomen. En we zijn er huidelijk van overtuigd dat je wel, zeg maar, dat tijd nu kan keren. Als je maar de juiste maatregelen treft. Daarom neem ik jullie graag mee naar de volgende dia om dat verder uit te leggen. Zoals wij, zeg maar, vanuit onze passie voor de bodem kijken naar de bodem. Dan is in ieder geval het meest essentiële onderdeel wat erin zit, is voedstof. Koolstof zorgt voor voeding, wat eigenlijk de basis is om alle andere dingen op voor te beduren. Van koolstof gaat het bodemleven actief worden en zorgt daarmee dat je een betere waterhuishouding krijgt. En koolstof zorgt er ook voor dat je water vast kan houden. Dus met andere woorden, als je die driehoek goed in evenwicht hebt, kan jij een vitale bodem krijgen en behouden. De visie van water, omgaan met water in Nederland, is vooral afvoeren. Vanuit de gedachte dat we een overschot aan water hebben. En dat we de landbouwgronden en de natuur en de stad zo snel mogelijk droog willen hebben. Om in ieder geval droge voeten te houden. De kunst is nu om dat om te draaien. En we zien dat heel veel waterschappen en gemeentes daar al mee bezig zijn. Om te kijken hoe kunnen we water vasthouden. Water bufferen is dan, zeg maar, wat je ondergronds doen. Met infiltratiekratten waarin je, zeg maar, langzaam dat water laat infiltreren in de bodem, dus in de bodem laat dringen. Dan wel diepe infiltratie, waarbij je het water opvangt en in de bodemlaag gaat bergen. En waar wil ik straks verder meer over zal vertellen hoe dat in zijn werk gaat. Dus met andere woorden, zorg dat die bodem gewoon lekker gezond wordt, zodanig dat je ook je water goed kan vasthouden en zorg ervoor dat er een kentering komt van afvoer naar bufferen. Vraag de volgende dia. Uiteindelijk gaat het erom dat je dan, om dat voor elkaar te kunnen krijgen, die kentering, er moet wel een bewustwording worden gecreëerd. Op het gebied van koolstofverrijking, dus het toevoegen van koolstof aan de bodem, en watergebruik. En wij hebben daarom, zeg maar, een soort van roadmap uitgezet, die uiteindelijk moet leiden naar de veiligheid van water en verhoging van de kwaliteit van leven. Nou, hoe wil je dat doen? Door een route te starten met behulp van apparatuur die uiteindelijk zijn data ergens naartoe zendt naar een database waaruit je kan putten. Alleen met alleen data ga je het niet redden. Je zal ook de dialogen aan moeten gaan met burgers en burgers laten participeren in de aanpak van de droogte en het verrijken van bodem en koolstof. Dus uiteindelijk moeten we samen dat gesprek aangaan en burgers laten deelnemen aan die discussies. Want uiteindelijk wil je toe naar een nieuw stedelijk waterbeheer en ook smart food interacties, smart food productie. Waarom? Om daarmee, zeg maar, te laten zien dat je ook met minder water uiteindelijk voedselproducten uit de landbouw kan halen. Om daarmee een stukje waarde toe te voegen aan de hele voedselketen. Uiteindelijk heb je, zeg maar, de toename van de droogte. Die maakt dat uiteindelijk, zeg maar, je bodem ook resistent moet maken tegen de biodiversiteit.
Dat vraagt uiteindelijk om innovatief watermanagement, een oplossing om uiteindelijk burgers en watergebruikers te stimuleren om minder water te gaan gebruiken. Niet alleen zeg maar, in de stad, maar ook in de landbouw. Mag ik graag weer de volgende dia. Erik, ik ga je even onderbreken. We hebben de indruk dat de piep die we horen op de achtergrond minder wordt op het moment dat we harder praten. Dus het verzoek aan jou om nog iets harder te praten in de hoop dat de piep dan een beetje weg hebt. Oké, ik ga mijn best doen. Uiteindelijk, meten is weten. En als je iets weet, kan je ook op basis van die informatie kan je sturen. Dus hebben we gekeken van hoe kan je uiteindelijk de koolstofverrijking en het zuiniger omgaan met water en ook het water vasthouden onderzoeken. En wij denken dat je met name moet kijken naar onderzoek naar organisch stof en het bodemleven. Daarmee zijn we bezig met microscopische analyses om daarmee effectief organisch stofgehalte te kunnen bepalen als ook het bodemleven. Daarnaast heb je voor het water een totaal inzicht nodig in de waterbalans. We kunnen de hele waterbalans bemeten, gaande van neerslag, de verdamping, de grondwaterstand, het bodemvocht. En uiteindelijk ook zeg maar het werkingsvermogen van de bodem. Dat wil je eigenlijk in eerste instantie op perceelsniveau kunnen bepalen. Dus op een perceelsniveau in de stad, maar ook op een perceel in het buitengebied in de landbouw. En op het moment dat je dat weet op een perceel, kan je dat met modellen die bij waterschappen al ook aanwezig zijn, kan je dat uiteindelijk naar een stroomgebied vertalen, zodanig dat je in een stroomgebied goed kan beheersen wat er aan koolstof en water beschikbaar is. Graag de volgende dia. Het meten van de verdamping is zeg maar 50%, laat ik zo zeggen, de verdamping is belangrijk om te weten, omdat 50% van het regenwater verdampt. Dat betekent ook dat we in de waterbalans momenteel nog steeds een gat hebben, omdat die verdamping erg moeilijk te meten is. We proberen dat nu met satellieten en dat door te vertalen naar modellen op basis van veldmetingen. Maar die satellietdata kunnen momenteel nog onnauwkeurig zeg maar doorvertaald worden naar de diepte. Omdat de satelliet meet tot het bovenste oppervlak van bovenste paar centimeter van de grond. En geeft daarmee eigenlijk nog niet een volledige inschatting wat de verdamping is op het moment dat je dat doorvertaalt naar de diepte. En het is eigenlijk heel raar dat we in Nederland een heel regennetwerk hebben van 325 regenmeters. Die een goed beeld geven van de neerslag. Maar we hebben eigenlijk een enkel meetinstrument aan de grond staan om de verdamping te meten. Dus hebben wij het initiatief genomen om in Nederland een netwerk te gaan opzetten. Met behulp van lisimeters. Dat zijn eigenlijk grote grondkolommen op een weegschaal. En heel simpel gezegd, je meet op die weegschaal het water wat erin gaat en wat eruit gaat. Ja, uiteindelijk op basis van validatie en calibratie uiteindelijk kan je met deze netwerkmetingen kan je hydrologische modellen valideren en kalibreren. En kan je ze koppelen aan satellietdata. Ja, en uiteindelijk kan je dan komen tot een landelijk beeld van de verdamping. Graag de volgende dia. Om uiteindelijk die hele discussie en bewustwording over droogte in gang te kunnen krijgen, hebben wij gemeend om in ieder geval voor Oost-Nederland te kijken van oké, hoe kunnen we alle kennis die er beschikbaar is, hoe kunnen we die bundelen? En hoe kunnen we het gesprek met boeren, burgers en buitenlui aangaan om te kijken van hoe kunnen we in ieder geval in de Achterhoek of Oost-Nederland, waar de droogte toch echt merkbaar is, hoe kunnen we dat in gang krijgen? Daarvoor hebben we zeg maar een trein aangekocht van ongeveer 6,5 hectare. Die we in gaan richten met een aantal proefvelden. En de gedachte is dan om ook andere partijen toe te laten om daar onderzoek op te kunnen doen. Dus eigenlijk stellen wij een faciliteit ter beschikking waar andere mensen zeg maar ook gebruik van kunnen maken om te testen. Voor landbouw, stad en natuur. We richten een stukje hier met aangeduid met het grijze vlak als stad. En het groene gedeelte als een deel van landbouw. En uiteindelijk is onze visie om de hele site zelfvoorzienend in energie en water te maken. Dus dat betekent dat alle water wat op regendaken valt bijvoorbeeld, vangen we op in waterbuffers
ondergronds of bovengronds, we laten in ieder geval zien op welke manier je een gesloten waterbalans kan krijgen. Uiteindelijk zal het regenwater worden gebruikt voor infiltratie naar zettingsgevoelige gebouwen of worden gebruikt voor irrigatie in de landbouw. Daarbij werken we uitdrukkelijk ook samen met andere partijen om in ieder geval die kennis te kunnen delen. Maak de volgende dia. Uiteindelijk willen we met ons initiatief een stukje innovatie op het droogteaanpak ondersteunen met innovaties. Innovaties aan de ene kant dat je werk krijgt business uit data. Dus je gaat kijken dat je bijvoorbeeld digital twins kan gaan opzetten. Of uit veelheid van data het kan vertalen naar een visueel beeld middels augmented reality. Daarnaast willen we met de locatie trainings testen en demonstraties geven. Zodanig dat men het gevoel krijgt, oké, als ik nou iets meet en ik doe een andere maatregel, wat kan dat betekenen uiteindelijk voor mijn droogteaanpak? Belangrijk vinden we ook dat dit wordt doorgegeven aan de jongere generatie. Dus het is niet een eenmalig initiatief wat we willen ondernemen, maar we willen het opzetten voor de toekomst en voor de komende tientallen jaren. Dan zie je het als een soort van museum, of kenniscentrum, waarin we kennis willen delen. Samenwerken met andere partijen. En dat is eigenlijk dan het vierde stukje. Een multi-stakeholder platform en een levend lab. Om uiteindelijk met de omgeving in contact te komen en de discussie op gang te gaan brengen. En dit initiatief is het, zeg maar, het derde Living Lab in Europa. En uiteindelijk gaan we ook samenwerken met andere Living Labs, waarvan er bijvoorbeeld ook eentje zit in Denemarken. Volgende sheetje. Misschien een heel abrupt eind in één keer, maar mochten er nog vragen zijn, dan zien we deze graag tegemoet. En we hopen met ons initiatief ook te laten zien dat we naast business ook willen bijdragen aan een maatschappelijke discussie. Niet alleen met het beschikken stellen van een locatie of meetmiddelen, maar ook de interactie aangaan om samen met kennisinstellingen, bedrijven, scholen, om uiteindelijk samen te kijken hoe we kunnen het hoofd gaan. Ik geef graag weer het woord aan jou, Ingeborg. Dankjewel, Erik. Ik wil graag even overschakelen naar Betty om te vragen of er vragen zijn binnengekomen in de chat of op een andere manier. Want de vragen stellen kan dus via de chat, dames en heren. Dus schroom niet om daar uw vragen in te plaatsen. Hey, volgens mij, Ingeborg, was het een heel duidelijk verhaal van Erik. Want ik heb geen vraag gezien. Er komt er nu net eentje binnen van Lisbeth Rijsdijk. En die is als volgt. Hoe werken jullie samen met studenten, onderzoekers, universiteiten en hogescholen? Kun je daar antwoord op geven, Erik? Ja, natuurlijk. Dat is een hele goede vraag. Wij hebben connecties met bijvoorbeeld een hogeschool van Hal Larenstein, maar ook het MBO, Zonnecollege. En wat we doen is dat we onderzoeksvelden ter beschikking stellen aan de studenten. Zij kunnen dus hun projecten op die testvelden aan het werk, om uiteindelijk kennis te vergaren over oké, hoe werkt water in de bodem, hoe kan je droogte aanpakken. Dus we zetten ook actief connecties op met universiteiten en scholen om uiteindelijk tot samenwerking te kunnen komen. En we geven ook start-ups de gelegenheid om op de locatie een ruimte te krijgen om uiteindelijk ook hun testen en hun maatregelen uit te kunnen testen. Mooi, dankjewel. Ik hoop dat dat antwoord, dat Lisbeth hier wat mee kan. Gode Lieve Wijfels, die heeft ook een vraag. Zijn jullie ook al bezig om nieuwe producten te ontwikkelen? Ja, dat zijn we. Onder andere op het gebied van koolstoftoediening. We zijn aan het kijken hoe we op een andere manier compost kunnen maken. Zodanig dat je een hele actief bodemleven daaruit haalt. Ja, we voegen daar ook extra bacteriën aan toe, om die compost extra goed te maken, zodanig dat het een hoogwaterabsorbend vermogen gaat krijgen.
En ook zodanig dat er een actief bodemleven ontstaat die bij gaat dragen aan een betere waterhuishouding van de bodem. Daarbij kijken we ook naar hoe kunnen we machines ontwikkelen om uiteindelijk die compostthee die we dan kunnen maken, hoe we die over het land kunnen verspreiden. Dus enerzijds maken we de compost, maar van die compost trekken we weer thee. En die thee die gaat dan middels een tank op een trekker die je met behulp van een spuitmachine kan verdelen over het land. Mooi, klinkt goed. Ik zie al dat Lisbeth overigens graag contact met je opneemt. Dus wij zullen jullie in contact brengen samen. Even kijken, ik zie nog één vraag van Ruben Roelofs. Kan dat nog, Ingeborg, gezien de tijd? In het stedelijk gebied is er een spanningsveld tussen het realiseren van meer groen enerzijds en opbouwend tekort aan grondwater anderzijds. Meer groen vraagt ook om het vasthouden van meer water. Kijken jullie ook naar stedelijk gebied in het onderzoek? Jazeker. We hebben ook proefvelden voor het stedelijk gebied. Als aangeduid hebben we een grijs vlak. Bestaande uit gebouwen. We hebben een oude manege opgekocht waar een boerderij op staat met rijhallen. In die rijhal willen we ook zeg maar, gaan simuleren wat het doet als er geen regen valt. En je dus volledig afhankelijk bent zeg maar, van het vocht wat je moet vasthouden. Anderzijds willen we verschillende typen verhardingen neer gaan leggen. Open verhardingen, half open verhardingen. Om in ieder geval te laten zien okay, hoe functioneert bijvoorbeeld beplanting als er bestrating rondomheen ligt. Hoe functioneert beplanting op het moment dat je actief regenwater naar die beplanting toe gaat leiden. Ja, en we willen zelfs zover gaan dat we kunnen kijken van kunnen we ook daar tot koolstofverrijking overgaan. Dan omdat ook in een park zal op een gegeven moment koolstof nodig zijn om eens het bodemleven op peil te houden. Plus ook het water vasthouden van de bodem. Mooi, dankjewel. Ik zie nog één vraag, Ingeborg. Kan die nog gesteld worden? Die komt van Gerrit Pieter af. Hoe kijk je aan tegen het toepassen van bokashi? Ik hoop dat ik dat goed zeg. Ja, bokashi, dat is inderdaad ook een compostvorm. Die ken ik. En ja, eigenlijk heeft bokashi eenzelfde soort effect als waar wij ook mee bezig zijn. Dus ja, laten we ook kijken hoe we daar gezamenlijk in kunnen optrekken. Mooi, dankjewel. Ik denk dat ik het woord weer aan Ingeborg ga geven. Dankjewel, Erik. Oké, okay, graag gedaan. Dank voor de gelegenheid. Erik, ik kan me voorstellen dat er langzaam nog meer vragen binnenkomen bij de mensen als ze meer over dit onderwerp nog nadenken. De eerste verbindingen zijn gelegd. Nou, Climate Campus Connects. Hoe goed is het van toepassing? We zullen straks ook in de chat nog een keer jouw gegevens delen, zodat mensen ook met jou contact op kunnen nemen. Ja. We spreken je straks nog even, maar ik wil nu eigenlijk doorgaan naar het volgende onderwerp, namelijk dat van Wilrik Kok. Wilrik heeft met zijn bedrijf Field Factors de Urban Water Challenge gewonnen met het project Blue Blocks. Daar kan ik van alles over vertellen, maar lijkt me niet verstandig. Dus Wilrik, zou jij ons willen meenemen in jouw verhaal? Om ons willen meenemen in Blue Blocks en alles wat jullie doen? Ja, dankjewel. Ik ga mijn scherm openen. Als het goed is, is dit voor iedereen te zien. Dus een kleine knik Ingeborg zou fijn zijn. Sorry, wat vroeg je, Wilrik? Volgens mij is mijn scherm zo te zien, als het goed is. Ja, klopt. Ja, oké. Okay. Dank jullie wel voor de introductie. Zoals al kort gezegd, ik ben mijn medeoprichter en verantwoordelijk voor commerciële zaken binnen Field Factors. Maar waar we voornamelijk sinds een 5 jaar mee bezig zijn, is Blue Blocks. Want wij zagen, en ook al geïntroduceerd, is dat de stad eigenlijk veel meer kan. Ik ben bouwkundige, ik ben industrieel ontwerper, maar wij houden ons bezig met water. Want water is eigenlijk een hele mooie grondstof waar we, ja, naar mijn mening, veel te weinig mee doen. Blue Blocks doet dat wel. Wij kunnen eigenlijk grote volumes water opslaan, grote volumes regenwater opslaan in een natuurlijk systeem om het uiteindelijk de stad eigenlijk groen, koel, en eigenlijk vooral waterrobuust te maken. Dus zorgen dat wij eigenlijk met dit team, wat we binnen de afgelopen 5 jaar hebben opgezet, vooral die delta steden eigenlijk daar waar je het water
waar Nederland eigenlijk dat water heel hard nodig heeft in de toekomst. Dat we die stad gaan veranderen door de integratie op te zoeken van waterkwaliteit en ruimtelijk ontwerp. Wij hebben een nieuwe opgave waarmee we nu te maken hebben. De bestaande stad en klimaatverandering. Dat betekent dat die urgentie steeds meer gaat toenemen. De groeiende bevolking, ook naar de steden toe, zorgt voor een hoog drinkwaterverbruik. Dus de vraag eigenlijk neemt steeds meer toe in piekmomenten. Aan de andere kant, wat we natuurlijk ook zien, is de stad zelf. Dus de ruimte. Die zomers die worden steeds droger en de winters worden eigenlijk steeds natter. Dat betekent dat eigenlijk de periodes, de intensiteit neemt toe van die bui. Maar ook wat daarnaast toeneemt, is eigenlijk de periode tussen een bui. En dat is waar wij eigenlijk de kans zagen met Blue Blocks om de mogelijkheid eigenlijk van die zoetwaterdruppel eigenlijk te gaan benutten. Nou, letterlijk de titel eigenlijk van deze webinar. Door eigenlijk regenwater decentraal te gaan hergebruiken, kunnen we helpen bij het centraal oplossen van een probleem van drinkwaterbesparing. Dan vraag je natuurlijk af van hoe doe je dat dan? Van, is dat dan laat dan maar zien. Nou, dat is ook precies wat ik hier ook wil agenderen. Dit is hoe we het nu doen eigenlijk. Die regenwaterdruppel die gaat gewoon de stad in. En gaat eigenlijk met een vrij hoge snelheid. En natuurlijk gaat er een deel de bodem in. Maar het grootste deel gaat nog gewoon steeds naar het oppervlaktewater. Of via een riool naar een zuivering. Eigenlijk aan het afvoeren. Zodoende dat we het kwijt zijn. Wat wij zeggen met die stad is, draai dat nou om. We hebben een heel mooi principe, een badkuip. Je kunt heel lokaal, kun je eigenlijk veranderingen gaan aanbrengen door water eigenlijk de andere kant te sturen. Dat is eigenlijk al een hele belangrijke stap in de gedachte dat we water kunnen gaan vasthouden. En waar laten we dat water dan? Dat voeren wij, dat is onze visie, om dat eigenlijk in de watervoerende lagen te gaan brengen. Dat kan heel goed in delta's, want delta's zijn eigenlijk brak. En in dat brakke water kunnen wij eigenlijk water naartoe brengen, waardoor we het ook daarvan kunnen terugwinnen. Zoomen we dan in op die stad, dat afvoeren, dan is dat helemaal niet verkeerd eigenlijk, die stad. Dus wat je daar al kan doen in die stap, is dat je water naar het oppervlaktewater toe brengt en dat je het vandaar kan oppakken. Een andere mogelijkheid is dat je, en dat gebeurt ook steeds vaker, is dat je heel lokaal gaat kijken naar retentiemaatregelen door water al vast te houden in bijvoorbeeld een kratjesbuffer. Dat is hartstikke goed. Dus we zijn op, en ik wil ook zeggen, daarmee zijn we ook eigenlijk op de hele goede weg. Alleen wat dan daarvan zo zonde is, is dat we het daarna alsnog weer loslaten. Dus we laten het alsnog weer afvloeien naar de ondiepe bodem. En vanuit eigenlijk die ondiepe bodem, en dan zeg ik hier voornamelijk mee bij het stuk wat lager dicht dan NAP, is dat we dat alsnog aan het bemalen zijn. Dus delta's zijn voor grotendeels liggen die beneden NAP. Dan zijn we dat dus kwijt. Want ondiep grondwater gaan we dan vervolgens via een boezem en een poldersysteem naar de rivier en weg. Wat zeggen wij? Als je dat nou eens daarna gaat verbeteren. Als je nou eens vanuit dat vasthouden gaat denken dat je dat naar die watervoerende lagen kan gaan brengen, dan denken wij eigenlijk in deze drie stappen nog daarna toe te voegen. Om het te mogen op te mogen slaan in die diepe lagen, is het noodzakelijk dat je dat vooraf, dat je dat infiltreert, zie het ook wel als een vorm van afvoeren, dat je dat moet zuiveren. Waarom? Is omdat dat in principe iets heel operationeels. Je wilt voorkomen dat je de ondergrond vervuilt. Daar zit wetgeving op. Ik praat hier over een diepte tussen de 20 en de 50 meter. En daar eigenlijk waar het eerste watervoerend pakket zich bevindt.
Daar kun je ook wel dieper naar kijken. Maar daar water naar afvoeren, is het noodzakelijk dat je het afstromend hemelwater of het hemelwater bijvoorbeeld wat je het op oppervlaktewater hebt gezet, dat je dat ontdoet van bepaalde verontreinigingen. Dat doe je ook om die bron niet te laten verstoppen. Dat kan, en dat doen wij dan ook, hè, dat laten we dan ook zien. We hebben eigenlijk een heel eenvoudig rekenmodel, om het ook pragmatisch te kunnen denken van, hoe moet dat dan? Hè? Zie ik al hier stappen in en heb ik al bijvoorbeeld al iets? Heb ik al een retentiebuffer van een aantal kubus? Dan zou je dit bijvoorbeeld er aan kunnen toevoegen. Dus om een voorbeeld te geven, als je bijvoorbeeld een project hebt en je bent bezig met een gebiedsontwikkeling, dan zijn dit ongeveer grosso modo de getallen waarmee je rekening moet houden om die stappen in te kunnen passen. Dat kan natuurlijk ook op andere vormen, maar op deze manier combineer je eigenlijk een piekbui met eigenlijk dus de wateroverlastmaatregel in die 1500 kub. Combineer je eigenlijk met een droogtemaatregel. Of eigenlijk een droogteoplossing. Dus door jaar rond al dat water, een groot deel van dat water op te gaan vangen, dat via de zuivering naar beneden te infiltreren, heb je grote volumes die je uit die bel kan gaan terugwinnen. Is het niet de bel, dan is het in ieder geval grondwateraanvulling. Die diepe grondwateraanvulling waarin eigenlijk er zijn steeds meer restricties op onttrekkingen. Dat je in ieder geval het regenwater niet afvoert via het oppervlaktewatersysteem. Maar dat je dat brengt naar de diepere grondlagen. Om zodoende ook dat water daar weer te kunnen onttrekken. We zijn we zijn 2016 begonnen. In 2018 leverden wij in Rotterdam ons eerste volledig werkende systeem op via een heel mooi innovatietraject hier op de campus in Delft. Echt zelf met de schep in de grond ons eerste biofilter lopen maken, om het vervolgens daar ook daadwerkelijk te mogen gaan testen een aantal jaar. Dat ligt er nu, 2,5 jaar. En wat je ziet voornamelijk is dat het voornamelijk samenwerken is. Nou, Ingeborg schetste dat al eventjes. Dit zijn dan ook eigenlijk alle belangen. Hè? Iedereen heeft ook andere belangen. Maar door te denken in hoe die druppel kan worden hergebruikt, ga je ook nadenken over wat het belang is van de ander. En door deze 5 stappen achter elkaar te zetten, betekent je ook daadwerkelijk wat voor die ander. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, op het moment dat een waterbedrijf een waterbesparingsdoelstelling heeft, dan kan dat ook daadwerkelijk door het water vast te houden. Dat is een andere opgave, maar door te denken eigenlijk in dat die druppel eigenlijk wel dat die route kan volgen, kun je eigenlijk samen gezamenlijk die klimaatadaptatieopgave in de bestaande stad oplossen. Dit doen we dan, deden we bij Sparta, waarin we dus in plaats van drinkwater over een kunstgrasveld heen te sproeien, dat vervangen hebben door regenwater. We doen een heel ander mooi project waar we hopelijk volgend jaar startbouw gaan, is waar we in Laag Nederland ook te maken hebben, of in ieder geval zettingen, droogte, zorgt ook voor zettingen, is dat we eigenlijk grondwater op peil gaan houden. Dat is wel lastig, maar wat we daarop bedacht hebben is dat je een actief systeem met regenwater, een actief drainagesysteem, wat in principe in de natte maanden wat water afvoert. Maar doordat dat in de zomer droog komt te vallen, bedachten we van, maar als je dan zorgt dat dat eigenlijk gewoon vochtig blijft, Erik schetste dat al, dan ontstaan daar andere principes. Water kan dan beter op zijn plek blijven. Dus wij hebben bedacht van, die drainageleiding, die kan in de winter water afvoeren en in de zomer gevuld worden met de bel wat je in de winter hebt gevuld. En zo creëer je eigenlijk een nattere grondwaterlaag die minder uitdroogt in de zomer. Het is denken in tijdschalen en vooral denken in volumes.
Dan hebben we een heel ander mooi project wat ik graag jullie wil laten zien. En dat is dat het ook mogelijk is om bij bijvoorbeeld een ontwikkeling van een park na te denken over van oké, wat betekent dat dan voor die buurt? Hè? In dit geval in Den Haag, waarin men het Kromvlietpark ging herontwikkelen, wilde men ook laten zien van er waren moestuinen bijvoorbeeld ook, om dat water eigenlijk, dat regenwater, aan te kunnen bieden aan degene die daar zijn moestuinen aan het ontwikkelen is. Vervolgens was daar ook een opgave voor wateroverlast. In Den Haag, waar eigenlijk heel veel water eigenlijk via het oppervlakte afgevoerd wordt naar de zee, hebben we eigenlijk gezegd van, wat je dan doet, is niet zorgen dat dat water naar de zee wordt afgevoerd, maar naar de diepe ondergrond. Dit zie jullie continu eigenlijk, die stappen worden herhaald om die waterdruppel dus te kunnen meenemen in gebiedsontwikkeling. We zijn nu 5 jaar bijna bezig, heel pragmatisch. Zijn dit eigenlijk de technische eisen waaraan je moet denken? Dus ben je eigenlijk bezig met een regenwaterbeheeroplossing? Denk dan dat je dat in de vorm van vasthouden al lang kan doen. En als je dat al doet, ga zo door. Maar wil je een stapje meer? Wil je dat water ook kunnen hergebruiken? Denk dan aan de laatste 3 stappen. Denk dan dat je water, wat je dan wil behouden, eerst liever wil zuiveren. Dat zien jullie op het rechterbeeld. Het is een ruimtelijk inpasbare biofilter. Wat in vele vormen kan worden meegenomen. Ga op zoek dan naar informatie over, kijk eens op Dinoloket, grondwatermodellen. Kijk eens hoe de grondlagen in de diepe ondergrond onder je stad eruit zien. En zoek eens naar van, oké, wat betekent dit nou? En als laatste eigenlijk, hè, dat wil je het hergebruiken, bedenk dan ook van hoe ik het op de plek zelf krijg. Ik zou hier, ik kom uit Zwolle, tenminste ik ben opgegroeid in Zwolle, had hem. Ik zou het zo mooi vinden, zeg maar, om te kunnen zien of we hier de mogelijkheid kunnen maken om iets te laten zien in mijn eigen mijn regio waar ik ben opgegroeid. Ik had het hier al even in de kick-off eigenlijk een keertje op. En nu hoorde ik van, die IJsselholder die gaan eigenlijk die gaan weg uit Zwolle. Dat is op zich wel hartstikke jammer. Maar anderzijds, het is juist de kans om te kijken van, oké, maar daar is dan zo'n groot terrein, zo'n binnenstedelijk gebiedsontwikkeling. Kan die waterdruppel dan daadwerkelijk daar worden benut? Kan dat daadwerkelijk daar? Moet dat wel dan die IJssel weer in? Nou, wat mij betreft absoluut niet. Dus ik zou het ook hartstikke mooi vinden als er mensen zijn die hiermee bezig zijn, zeg maar. Die gezamenlijk eigenlijk willen nadenken over hoe je dat kan doen. Daar denk ik dan uiteraard graag mee. En dat was mijn verhaal. Dit is waar we aan werken. Dat kan in de delta, dat kan in de stad, zolang het maar op een mooie en natuurlijke wijze gebeurt. Dank jullie wel voor de aandacht. Dankjewel, Wilrik. Wat een mooi verhaal. Ik heb ze niet allemaal gelezen, maar volgens mij zag ik af en toe iets voorbij komen dat er wat vragen zijn gesteld. Betty, jij hebt daar het overzicht van. Zou jij kunnen zeggen wat voor vragen er zijn gesteld? Jant Ingeborg. Ik heb een vraag gezien van Ruben Roelofs. Hij vroeg wat is de stroomsnelheid van het grondwater op de diepte waar je het water infiltreert en of de zoetwaterbel zich ook beweegt? Ja, dat is een goede vraag. Grondwater beweegt. En dat is locatiespecifiek. Daar kijken we dan ook naar, zeg maar, in als we. Nou ja, dat kun je goed nazoeken, zeg maar, in grondwaterdata. Het positieve van beweging van grondwater is dat je daar gebruik van kan maken. Zie het een beetje als waarmee je een rietje in de grond prikt en hem 10 meter
nog eentje in de grond prikt, dan kun je gebruik maken van die grondwaterstroming om dat water op één plek A te infiltreren en op plek B weer te onttrekken. Mooi. Een andere vraag van Wolter van der Kooi. Aris Hogeschool die zoekt naar oplossingen voor landbouwgebieden waar de verzilting steeds meer een probleem is. En zijn vraag is of jullie ook ervaring hebben in het landelijk gebied. En hebben we niet. Dit is op zich wel dit is een oplossing wat komt uit de kassen. Erik liet dat plaatje eigenlijk ook al zien. Ik weet dat daar veel partijen mee bezig zijn in het landelijk gebied. Desalniettemin is het hetzelfde. Je infiltreert water en je drukt het brakke water eigenlijk weg met zoetwater. Dus je creëert eigenlijk een zoetwaterscherm door water daar naartoe te brengen. Je verliest dan wat water aan de randen wat je niet kan onttrekken, maar dat rendement is zo'n 70%. Misschien is het goed als je je scherm weer op niet delen zet, Wilrik. En mocht je toch nog iets nodig hebben, dan kan je hem alsnog weer delen. Ja, dat is goed. Dank je. Dan zie ik nog een vraag van Jan Beltman. Heb je voorbeelden van distributiesystemen? Ja, kijk, het ene is natuurlijk al het project wat ik heb laten zien, zeg maar, van de drainageleiding is eigenlijk al een distributiesysteem ondergronds. Anderzijds heb je watermanagement oplossingen, zeg maar, voor irrigatie. Maar dan zit je, nou, dan moeten we gaan samenwerken. Dat doen wij zelf niet. Ja, het zijn eigenlijk waterleidingen. Oké, dankjewel. En dan nog een vraag van Sydney John Staks. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Hoe sterk is de invloed van wisselende rivierstanden op dit systeem? Ja, ik had gehoopt dat hij die vraag misschien niet zou gaan stellen. Ik ken Sydney, denk ik, ken ik persoonlijk. Zijn we met elkaar in gesprek over de gemeente Nijmegen? Nee, dat is niet. Dat hoeft niet. Sorry, dat hoeft niet. Nee, ja, natuurlijk. Kijk, misschien vooral specifiek voor gemeente Nijmegen, waar je natuurlijk te maken hebt met de Waal. We zijn ermee bezig, Sydney. Het duurt alleen even van wat moet je nou precies weten om de invloeden van een grote rivier, zeg maar, op grondwater te kunnen, diepe grondwater te kunnen, inzichtelijk te kunnen maken. Wat je wil weten is van hoe kun je nou zo goed mogelijk, zeg maar, op de juiste plek water infiltreren, zodat het zo min mogelijk afstroomt naar de rivier. En in hoeverre dat dan van invloed is en op welke momenten je dat dan het beste kan doen, dat is wel wat diepgaander onderzoek. Of tenminste, dat doen wij zelf dan ook niet. Dan zijn we ook afhankelijk van echt geotechnische experts. Nou, Sydney zegt ook al, we komen er nog op terug, dus gaan we over naar de volgende vraag. Yeah. Godelieve Wijfels die had nog de vraag, past de diepte-infiltratie ook op de hogere zandgronden? Dus niet in de deltas, en kan je het dan ook weer oppompen? Of ben je het dan al kwijt? Ja, dat is ook een hele belangrijke vraag, omdat je natuurlijk daar in de hogere zandgronden veel meer te maken hebt van droogte dan dat we in principe in West-Nederland of in een andere vorm hebben. Het gaat dan wel over andere volumes, denk ik. En eigenlijk wat je daar doet is veel meer, wat ik me heb ook laten vertellen, is dat je dan een heel groot rendement hebt. Dus daar waar het niet mengt eigenlijk met brakwater, heb je eigenlijk gewoon een rendement van 100%. Alleen is het niet het echte geïnfiltreerde water. Hetzelfde geïnfiltreerde water wat je terugwint. En dus dan kun je het beter zien als een soort grondwateraanvulling. En de vraag waar het dan blijft, is weer heel erg afhankelijk van hoeveel en hoe diep en hoe snel stroomt het weg. En hoe hoog is het zandpakket. Daar zijn hele mooie resultaten van, volgens mij, al wel komen er steeds meer naar voren. Dus ik kan kijken of ik het een en ander kan delen. Dankjewel, dat zou denk ik heel mooi zijn. Dan nog een vraag van Gerrit Pieter. Hoeveel energie kost het nou om het water zo diep de grond in te krijgen? Ja, het ligt
ook weer aan de locatie. Je moet bedenken dat je een verschil moet hebben tussen een natuurlijke infiltratie en je, je ontwateringsdiepte eigenlijk. Dus het verschil tussen om het water daar naartoe te kunnen brengen. In grosso modo moet je eigenlijk een waterkolom hebben van 2 meter om water te kunnen infiltreren op een hele natuurlijke wijze in Laag Nederland. Nou, die is er in Hoog Nederland, is die er gewoon. Dus dan moet je eigenlijk gewoon goed gebruik maken van verschillen in maaiveld om water op een natuurlijke wijze eigenlijk te kunnen laten infiltreren. Maar wij zeggen dan wel weer heel gericht over een zuivering, omdat je daarmee hoge rendementen kan realiseren. Dus ja, heb je een pomp nodig, dan is het de energie van een pomp. Heb je hem niet nodig, dan is het eigenlijk gewoon een vrij vervalsysteem. Heb je 1 pomp nodig om het eruit te halen. Dankjewel Betty. Volgens mij zijn er nog meer vragen gesteld in de chat. Alle vragen die in de chat staan en die nog niet zijn beantwoord tijdens deze bijeenkomst worden later alsnog beantwoord. Dus elke vraag krijgt een antwoord. Ik wil eigenlijk nu even naar Erik en Wilrik samen. Ik heb jullie beide verhalen met volle interesse beluisterd. En volgens mij zie ik hier en daar wat raakvlakken of samenwerkingsmogelijkheden. Klopt het dat daar iets aanvullends is in jullie verhalen? Eerst eens naar Erik, die is al even niet aan het woord geweest. Hoe zie jij dat, Erik? Ja, ik zie zeker mogelijkheden, omdat we ook start-up zeg maar, de gelegenheid willen geven om bij onze locatie hun technieken te laten zien. En kijk, we hebben zeg maar, omdat we een wereldwijd bedrijf zijn, hebben we ook zeg maar, wereldwijd uitstraling. En komen ook regelmatig, zodra de corona weer voorbij is, mensen bij ons op site, op locatie, om dingen te bekijken. En ik denk dat het heel erg sterk aansluit bij wat wij ook zoeken. Want wij willen eigenlijk zoveel mogelijk regenwater, willen we bufferen, dan wel teruggeven aan de grondwatervoorraad. En daar sluit eigenlijk het verhaal van Wilrik prima op aan wat mij betreft. En we kijken ook op locatie bij ons, hoe kunnen wij het regenwater goed gebruiken en zuiveren en goed inzetten, zeg maar. Voor bijvoorbeeld in gebouwen, voor doorspoeling of in de landbouw, voor infiltratie, druppelirrigatie of het terugbrengen in de bodem. Dus ja, wat mij betreft zitten daar heel veel aansluitingen. Ja, dat kan ik eigenlijk alleen maar onderschrijven natuurlijk. Ik denk dat ook, ik ook al 110 jaar geleden begonnen is als een soort jong bedrijf. Daar gaan fases aan die je in ontwikkeling, hoe je continu bezig bent eigenlijk met het opschalen zeg maar, van je ideeën. Dus daar zoeken we graag ook aansluiting bij van hoe doe je dat en hoe doe je dat internationaal. Dus alleen dat al is een hele leerzame proces om dat samen op te pakken. Qua technologie, dat onderschrijft, legde Erik ook net heel prettig uit. Dus om dat te laten zien in de, aan iedereen, zodoende dat men er ook van kan leren. Om dat inzichtelijk te maken wat het betekent aan waterkwaliteit. Dat doe je liever door het te doen op een regelnieuwe omgeving. Dus dat zou gewoon hartstikke leuk zijn om daar al mee te gaan beginnen. Dat samenwerken is dan... Ja, weer. Ja. Ja. Samenwerken is een mooie stap, maar er is vast meer voor nodig om te gaan zorgen dat in de samenleving dat regenwater gaat worden hergebruikt, beter wordt benut, zoals het elke gaat. Wat is er nou nog meer nodig? Wat moet er gebeuren om dat nog meer op gang te krijgen? Ja, kijk, wij hebben gewoon de stoute schoenen zeg maar gewoon aangetrokken en gewoon gezocht om naar een locatie waar we onze ideeën kunnen laten zien. Dus ik denk dat Erik daar ook al op doelt, zeg maar. Ze hebben die locatie. En je hebt eigenlijk alle partijen nodig die daarvoor, die het belang zien van zeg maar die zoetwaterdruppel. Dus ik zou zeggen, ja, nodig gewoon iedereen uit die wat met die druppel moet, of er wat mee wil, ja, dan heb je vanzelf denk ik de enthousiastelingen die daar wat van willen weten. Ja, wij schakelen ook intensief zeg maar, met de gemeentes in de Limes en in de verdere Achterhoek.
Om op die manier ook zeg maar de connectie te leggen met gemeentelijke partners. En we schakelen ook bijvoorbeeld met een LTO en de ministeries. Om het in ieder geval zo breed gedragen mogelijk zeg maar, aan te geven wat we kunnen. En wat in de showroom getoond kan worden. Zeg maar. Het is eigenlijk een openlucht showroom. En op het moment dat je zeg maar, ook heel veel partijen erbij gebruikt en meedeelt in zeg maar, de dingen die je wil gaan doen, dan krijg je op een gegeven moment kan je ook medewerking krijgen van die gemeentes, omdat ze ook het belang zien. Bijvoorbeeld de gemeente Zevenaar heeft belang om water vast te houden, omdat daar gewoon schade aan huizen optreden door uitdroging van de klei, door daling van de grondwaterstand. Dus op die manier heb je eigenlijk concrete problemen waar je je bijdrage aan kan leveren. En ja, daar willen we graag het verschil in willen maken. Hebben jullie tot slot nog een tip voor Zwolle of voor deze regio, wat we moeten gaan doen of hoe we ervoor kunnen zorgen dat die regendruppels beter worden benut en in het kader van klimaatadaptatie? Dan geef ik jou graag het woord, Wurk, omdat jij bent opgegroeid in het Zwolse. Ja, kijk. Ik denk zo zeggen dat ja, iets anders doen kost in eerste instantie wat meer geld. Dat ben ik zeker, dat weet ik, zeg maar. Alleen het idee, zeg maar, om dat te gaan doen, zeg maar, om te kijken of die rekening, zeg maar, verdeeld kan worden over andere partijen. Die manier ga je pas daadwerkelijk de titel van deze webinar nastreven. Maar dat leidt ook wel tot een heel ander watersysteem. Dus zoek elkaar op, zeg maar. Zoek Vitens op, zoek waterschap Groot Salland op, zoek de gemeentes op. En kijk of hoe je de rekening kan verdelen met een heel mooie gebiedsontwikkeling. Dat lijkt me een mooie afsluiting. Dus ik wil Wilrik jou ontzettend bedanken voor jouw interessante bijdrage. En natuurlijk ook Erik voor je boeiende verhaal. Aan de chat te zien zijn er nog allerlei opmerkingen en vragen. Die vragen worden beantwoord, zoals ik al zei. Dus heren, nogmaals ontzettend bedankt voor jullie bijdrage aan deze Climate Campus Connect. Al deze Climate Campus Connect kan worden teruggekeken overigens via de website van climatecampus.nl. Staat er op de chat. De volgende Climate Campus Connect, nummer 3, heeft als thema: achter elke waterdruppel schuilt een wereld van techniek. Die sessie zal plaatsvinden op 11 mei om 2 uur. En aanmelden daarvoor is nu ook al mogelijk, ook via dezelfde website. En hebt u zelf nog ideeën voor andere bijeenkomsten? Laat het ons ook weten. Dat kan via, even kijken, het mailadres wat ook in de chat wordt geplaatst van de Climate Campus. Tot slot, graag een dankwoord aan degenen die deze sessie hebben georganiseerd. Nou, dat zijn Ian als moderator, Betty als chat moderator en Rian Hoekman als grote initiator achter de Climate Campus Connect. Dank jullie wel. En tot slot, kijkers natuurlijk, bedankt voor het kijken. Ik zie u graag terug bij de volgende Climate Campus Connect op 11 mei. En ik wens u vast een heel prettig weekend. Bedankt.